Goedemorgen. Goedemorgen. Zullen we welkom opschieten? In kamer... Welke kamer is het ook alweer? Kamer 3. Wij zijn net wakker. Oh, we gaan zo richting het ontbijt. Nee. Want om 7:15 gaan wij er vandoor. En om 8:00 begint de training. Tot 11:30. Ja. Tot 11:30. Hebben jullie lekker geslapen? Ja hoor. Ik ben heel erg onderkunnen in deze show. Nou, tot zo, jongens. Oh, Lou, neem jij de kaart mee? Ja, oké. Okay. We zouden eigenlijk gaan bowlen vandaag. Maar we kregen de keuze dat of we gaan bowlen. Goedemorgen, Jamal. Goedemorgen. Of we gaan bowlen, of we kunnen straks, want vanavond hebben we try-out. Of we kunnen bowlen, of we gaan gewoon eventjes naar de training terug naar het hotel. Ik denk dat we op gaan bowlen. Of gaan bowlen. Dat we even kunnen chillen, douchen, onszelf klaarmaken. Waar gaan we eten vanavond, Ben? Panera Bread? Ja, dat. Panera Bread, daar gaan we op tijd naartoe, want het try-out begint volgens mij eigenlijk al om 5:30. En we willen natuurlijk zoveel mogelijk zien. Dus daar hebben we voor gekozen om niet te bowlen vandaag, maar lekker naar het hotel te gaan. Goedemorgen, meisjes. Ik ga even ontbijten. Dag. Good morning. Good morning. Hey, good morning. Goedemorgen. 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 Okay, ik ben nu onderweg naar ons mediateam, aka Chris. Dit is zijn werkplek. En Chris is heel druk bezig voor onze socials. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat ben jij aan het doen? Onze socials. Mag ik meekijken op je laptop? Denk het wel. Ja? Ja, er komt iets heel leuks aan, jongens. Maar misschien heb je het al wel gezien. Dat weet ik niet wanneer het online komt. Sneak peek. Dit is een video die we gemaakt hebben. En Chris is onze held voor de socials. Doei. Doei. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat zijn jullie aan het doen? We gaan water klaarzetten voor het trainen. Dat ze genoeg water hebben. En we hebben pink lemonade. Pink lemonade. Ja, dat vinden ze heerlijk. Leden worden altijd goed verzorgd door hun. Kijk, ze hebben een kofferbak vol met boodschappen voor de lunch. Dat elke dag weer klaar wordt gezet. En zo direct gaan we weer boodschappen doen. Elke ochtend, hè? Elke ochtend. Eerst Starbucks en dan... Eerste belangrijke dingen in het leven. Eerste belangrijke dingen. Hey, nou, succes vandaag. Dankjewel. Dit was onze laatste keer in deze zaal. Kijk nog even, zwaai nog even naar deze zaal. Dit was de afgelopen dagen onze trainingslocatie. En het was hier echt super fijn. De deuren konden open, dus we hadden genoeg frisse lucht. Was ook niet heel benauwd hier, vond ik. Lekker vloertje, niet te hard. Dus dat was top. Maar Rilfa wil niet op de vlog. Jammer joh. We hadden vandaag best wel pittige repetitie, vond ik. Ja. Ik zat er op zichzelf wel lekker in, maar ja, we worden als groep een beetje moe nu, denk ik. Waarom lopen we eigenlijk? Dat is veel moeilijker. Dat is niet handig. We worden een beetje moe. Maar dat is niet erg. Vanmiddag kunnen we even opladen, even bijkomen. En dan vanavond een showday. Spannend. Zin in. Eigenlijk maar vinden we het heel moeilijk om te vloggen. We vinden dit niet leuk. We vinden het niet leuk. Nee. We hebben het gevoel dat we heel nep zijn. Ja. Doei. Doei. Sorry, ik heb mijn ander eten. Natuurlijk sta jij weer vooraan, hè? Ik heb mijn ander eten, kijk. Ik heb mijn orange chicken. Oh, heb je hem bewaard? Ja. Lekker. En René, wat heb jij vandaag gedaan? Meegereden in de auto naar de sporthal en daar de meiden afgezet om vervolgens de koffie te gaan halen, wat een beetje de dagelijkse gewoonte is geworden. En boodschappen. Heb je het naar je zin? Nee, ik heb boodschappen naar mijn zin. Goed zo. Helemaal leuk. Fijn. Hier wordt komkommer gesneden. Alles voor de groentes. Hier zitten ze vol energie. Wat heb jij? Noedels. Heerlijk. Lekker. Heerlijk. Voor de vlog. Hallo.
Lekker gaapje. Zoals je ziet, heel veel energie. Ja. Ik ben echt een bomen. Wij hebben hier noodles. Noodles! Ja, noedels. En ik zal het even een mukbang. Een mukbang. Even een mukbangetje. Ik pak even, dan moet je heel goed luisteren. Ik pak ook even een plate. Zo. Lulu staat ondertussen in de douche. Die staat lekker te douchen. Nou, stap. Oeh, dat is warm. Jee. Stap 6. Scheur verder open. Stap 6. Roer de ongekookte noedels door elkaar. En de shit die er allemaal nog doorheen zit. Lekker. Kijk, dit. Deze kleur van dit water. Dit is als je mijn sokken uitknijpt. Oh. Na de training. Ja, maar het is wel waar. Nou, hier. Neem maar over. Ik ga roken. Dag hoor. Zo, we gaan hier even kijken in het haarhoekje. Kom maar gezellig met me mee. Hier hebben we... Hallo jongens, ik heb een vlog takeover van Dewey, want Dewey weet niet hoe ze moet vloggen. En ik dacht, ik laat jullie deze mooie zoom in zien van mijn kapsel. Nee, kijk. Dewey weet niet hoe ze moet vloggen, dus ik zei, ik doe wel een takeover. Dus tadaa. Oh ja, wacht, ik moet hem horizontaal. Ik ben ook niet zo ster in vloggen. Nee, maar helemaal niet echt. Maar het is leuk voor de kijkertjes thuis. Leuk voor de kijkers. Ondertussen zijn we ons make-up aan het doen. Hoe laat is het? Half 4. Half 4. Om 4 uur gaan we weg. Mijn haren zijn al gedaan. Nou ja, ik moet het nog stylen helaas. Dat moet ik nog wel doen. Maar ik ben net aan mijn make-up begonnen. Sharon is al een eindje. Ja, ik ben bijna klaar. Ja. Lou ook. Ondertussen staat Friends aan. Heerly. Heerlijk. Oh, we gaan even bij Ben kijken. Ben? Oh, hi. Ben is natuurlijk al helemaal ready. Ik ben al helemaal klaar. Heeft zelfs zijn uniform al aan. Ja. Goh. Hoe is het op zat? Oh. Zitten bij de Panera Bread. Voor ons pre-show dinner. Ik heb een broodje. Wat? Girl dinner. Lekker zo met een volle mond. Jij zegt dat. Ik heb hier een lekker broodje met een salade en de rest heeft een kippetje met een broodje. En noodles. Mm-hmm. En we hebben dus ondanks heel veel tijd best wel wat stress gehad. Iedereen, echt iedereen letterlijk. Ja, zo. Benjamin die vlogt als zijn vader. Die doet zo. En Davy vlogt als zijn moeder, die vlogt zo. Nee, maar ik vlog zo. Ja, dus en zij lachen mij nu uit omdat ik zo vlog, terwijl we zo het mooiste op beeld komen. Ik heb een hapje genomen met jalapeno. Oh. Die had je net aan mij gegeven met jalapeno juice. En Sharon is een tata, dus dat kan ze niet en aan. En dat is ook al pittig. Oh, Sharon. Ja, Sharon is niet heel veel gewend, maar het komt langzaam aan, denk ik, hoop ik. Mag dat? Ja, oké, okay, maar mag ik even mijn verhaal afmaken voor de vlog? Ja. Wij hebben zo... Oh, sorry. We hadden heel veel stress om ons haar. Iedereen letterlijk, maar we zijn uiteindelijk gekomen. Nee, ga ik ook. Ja. En we hebben vanavond onze de try-out eigenlijk bij Belkbrook High School. En er komen heel veel groepen. Van de Independent World, van onze klasse zijn dat, even kijken, wij, Juxtaposition. Oh, Icon. Ja, dat is ook Icon. Ja, die zijn er ook. Ja, zijn Icon, wij, Juxtaposition en Perma. Die zijn er. Dus het is heel spannend, maar het is wel een heel leuk optreden, denk ik. Ben kent heel veel mensen. Dus we gaan zien hoe het zal zijn. Ik heb er zin in. What about you? Ik vind het een beetje spannend. Davy heeft dus zenuwen. Niet nodig. Zijn er wel. Verder zijn we niet zenuwachtig, toch? Nou, een beetje. Klein beetje. Waar zijn we aangekomen?
We zijn bij Bellbrook High School, toch? Ja. High School. Oh, wat gaan we hier doen? En we gaan straks een showtje lopen. Een showtje lopen? Show. Net zoals we geoefend hebben. Zoals we geoefend hebben, ja, ja. We gaan ook een paar andere groepen kijken. Daar heb ik heel veel zin in. Heel veel zin in. Ja. Ja. Zeker Paramount ben ik benieuwd naar. Ja, Tarpen. Dus ja, wordt leuk. Partypoppers. Wie zijn partypoppers? Hey, wat? Oh ja. Nou, ik doe vandaag nog heel even de afsluitende vlog. We zitten op onze kamer met dat gast. Gastgezin. Hier, jij ook. Oh, niet letten op de rotzooi, we zijn aan het opruimen. Hier, zeg even hoi. Zeg even hoi. Nou, oké, okay, ik was aan het opruimen. We hadden vandaag best wel vroeg avond gegeten en wat iets wat licht verteerbaar was, wat jullie eerder hebben gezien. Dus we hebben een beetje trek allemaal. Dus onze gasten die hebben cola, yoghurtje. Spuitkaas. Oh, gas. En een soepje meegenomen. En wij hebben allemaal noedels en. Spuitkaas. Ja, Ben heeft dus spuitkaas. Omdat zijn noedels te pittig waren voor hem. Ja, maar hij wil niet toegeven. Hij zat zo. Jawel. Het eerste wat hij zei is: oh, Lou, ik vind het toch wel echt heel pittig. Heel pittig. Ik zeg niet dat ik het niet pittig vond. Ze vinden het ijzerpittig. Ik vond dat ik het pittig vond. Ik zie het zweet op je boven. Ik vind het ijzerpittig. Ja, dat was niet waar. Ja, ja, dat wel. Ja, ik vind het dus. Ik vond het dus heel erg dat pittige naar ijzer smaken. Dat vind ik dus heel vies. Maar het was gewoon pittig. Ja, en ik weet niet wat ik nu nog meer moet zeggen. Doodless. Vertel nog even hoe de shows waren en zo. Ja, we waren dus bij de try-out van Bellbrook High School en er waren best wel veel groepen. Ja. We hebben vandaag al benoemd wie de Independent World Class groepen waren. En daarvan hebben we er twee kunnen zien. We hebben Juxtaposition gezien, die hadden we ook al in het Nutter. Alweer. Ja, dat gaat er gewoon in. Sorry Ben, als het mag. Juxtaposition hadden we al het Nuttercenter zaterdag gezien. En we hebben deze keer ook Paramount voor het eerst live gezien. En daarvoor hebben we dus ook de Scholastic World, Independent Open, Scholastic Open hebben we dat gezien. Ja, het is hier zo anders. Het gaat er echt heel anders aan toe. Willen jullie daar ook wat op toevoegen? Nee, ze haalt bloed. Er was iemand met bloed. Ja. En toen kon ik nergens anders meer naar kijken. Ik kon alleen maar kijken. Maar naar ze maakte wel de show af, toch? Ja. Oh, ik heb dat gemist. Ja, ze had helemaal hier een snee. Dat was wel intens. Ik dacht wel dat het een. Jullie horen het? The show must go on. Ja, wat er ook gebeurt. Ik weet niet wie het zei, maar iemand zei ook van dat ze doorgaat. Dus ik, ja, natuurlijk. Oké, we zijn een beetje aan het afhaken. Dus ik ga de vlog hierbij afsluiten. Slaap lekker en we zien jullie morgen. Dag!